Een hit is een treiterduin waar pit in zit. Ja, kunnen we misschien een beetje ingaan, dat is misschien leuk, een soort van masterclass of tips van hoe bouw je zo'n hit? Van waar komt dat vandaan bij jou? Is dat echt ja, zoeken of is dat iets wat aankomt? Wie ben ik om te vertellen hoe je een hit maakt? Nou ja. Ah, het moet simpel zijn. Het moet niet te moeilijk zijn, vooral met uptempo's. Ik heb het nu over een uptempo hit. Het moet niet te moeilijk zijn qua tekst, maar het moet wel inhoud hebben. Het moet ook weer niet te makkelijk zijn. Het moet niet zijn, ik hou van jou, ik blijf je trouwen en ik pak je gauw, want dat doen ze allemaal al. En dat werkt dus niet. Het moet een goede tekst zijn met een pakkende melodie en vooral een oorwurm. Het moet blijven hangen. Een hit is een treiterduin waar pit in zit. En als je die elementen in een hit weet te verwerken, dat iedereen dat blijft zingen. Zeg maar, als je één keer het refrein hoort en 100.000 mensen zingen het mee bijvoorbeeld. En een uur later hoor je mensen nog fluiten van sha-la-la-la-la-la. Dan weet je dat je een hit in handen hebt. Alleen ja, nu moet het publiek hem nog kopen en nu moet het publiek er nog voor gaan. Hè? Dat is stap 2. Dat weet je nooit. Dat weet je nooit. Ja, hoe zit het bij jou dan in je hoofd? Is het dan maandenlang datzelfde deuntje? Want het nou ja, ik treed natuurlijk heel veel op. En bij die optredens dan zing ik hem natuurlijk altijd. En dan merk je gewoon aan het publiek ten eerste dat ze meedoen. En bij jezelf blijft dat ook hangen. Je ligt s'nachts in je bed, je hoort nog steeds die melodie. We hebben een bezoeker. Prachtige wesp. De interviewer is bang voor één wesp. Maar als dat blijft hangen, dan heb je gewoon ja, dan heb je een goede plaat. En nou hopen nogmaals of ze hem downloaden willen, of ze de winkel ervoor in willen. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het publiek moet hem uiteindelijk wel oppakken. Is, met zo'n hit, net als met het EK-lied, zijn dat dan dingen die... heeft dat ook met timing te maken? Hoe ver ben je daar steeds mee bezig dat je denkt van nou, er is negativiteit? Bij Viva Hollandia kwam hij al in het jaar november, voor de EK kwam hij al uit. Dus dat had niets met de timing van het EK te maken, zeg maar. Het was een liedje, gewoon we houden van het leven, de liefde en de lust. We feesten door tot 's avonds laat, nog lang niet uitgeblust. Dat was een totaal andere tekst als het voetbaltekstje wat we later hadden. Dus met timing had deze plaat echt niks te maken. Ja, totdat de EK begon. Toen belde Edwin Evers, die belde me op. Hij zegt, Wol, jij hebt de EK-hit volgens mij van 2008. Ja, ik zeg, maar het gaat helemaal niet over voetbal. Hij zegt, als je dat kan maken, dan heb je hem. Toen zijn we echt, nou, binnen een uur hadden we hem te pakken. Studio gebeld, muzikanten gebeld, koortjes gebeld, tekstschrijver ingeschakeld. En binnen een uur stond hij op de plaat. Twee weken later stond hij op 1. Ja, dat is natuurlijk een timingverhaal. Nederland voetbalde goed. Die plaat was uit en dan is het raak. Ja, timing is natuurlijk altijd belangrijk. Een plaat op het juiste moment, het juiste liedje, in de juiste tijd, juiste mensen. Vaak lukt het dan, maar dat kun je nooit plannen. Hoe zie je dat met Damon? Want je had het net ook over nou, je eigen verhaal met je gebroken been, maar ook de kredietcrisis in Apeldoorn. En dat dingen dat je denkt van nou, het is nu echt tijd voor iets vrolijks. Het wordt wel tijd voor een hele vrolijke zomerhit in Nederland. Waar iedereen zich happy voor voelt. Dat iedereen lekker de zomer in gaat. Even geen zorgen aan je hoofd. Dat we even proberen om de boel te relativeren. En dat mensen op een gegeven moment... Kijk, het komt vanzelf weer goed dit. Die crisis komt goed. Dat duurt misschien een jaar, dat duurt misschien 2 jaar. Maar het komt uiteindelijk goed. En de mensen moeten zich er niet te druk om gaan maken. Natuurlijk worden de mensen ontslagen. Natuurlijk is er ook ellende in het land. Maar ook dat lost zich vanzelf weer op. Geniet even goed van het leven. Want Nederland is niet zo slecht. Er zijn nog landen waar het veel erger is en die gaan ook gewoon door. En ik weet zeker, wij zijn zo flexibel als land, dat wij kunnen dit opvangen. En wij gaan gewoon door met feestvieren en wij gaan gewoon door met vooral Nederland zijn. Nou ja, daar is shalalala het voorbeeld van. Geniet van elke dag en maak er wat van, ondanks wat er allemaal gebeurt. Dat is de boodschap van... Dat is de boodschap van de single en dat wordt ook tevens gelijk de boodschap van het platform wat we opgericht hebben. Er komt een website, shalalala.nl. En dan gaan wij zoveel mogelijk leuke dingen vertellen wat er in het land gebeurt. Alleen maar positief nieuws. Iedereen mag nieuws opsturen wat positief is. En dat gaan wij in dat platform naar buiten brengen. En dat doen we niet alleen met mezelf, maar ook met andere bekende Nederlanders. Ik heb gehoord dat Marco Borsato al op ingesproken. Guus Meeuwis is er al mee bezig geweest. We gaan met heel veel bekende Nederlanders gaan we gewoon leuke dingen vertellen. En waar gaat dat dan over? Wat voor dingen zijn dat? Nou, wat er gebeurt, wat er gewoon in het land gebeurt, wat je overdag meemaakt. Ik moest ontzettend lachen, want Guus die had bijvoorbeeld een tekstje ingesproken, dat hoorde ik dan van het management. Zijn shalalala moment was op de dag van zijn concert,
dat zijn broekmaat een maat kleiner was als die hij daarvoor had. Dus Guus was happy dat hij helemaal afgevallen was. Nou, dat soort dingen, alles wat leuk is, alles wat grappig is en wat vooral positief nieuws is, dat willen wij gaan laten zien in Nederland. Maar dat zijn dan dingen die jullie zelf meemaken? Nee, en ook de mensen in het land. Want het wordt een platform, mensen kunnen daar berichten op zetten. Ook mensen gewoon in het publiek, in het land, iedereen mag zijn positieve nieuws vertellen. En wanneer moet dat ongeveer? Ja, dat gaat tussen nu, ik denk tussen nu en een week gaat dat al gebeuren. We gaan heel snel los ermee, want we willen positiviteit horen. Geen narigheid, geen ellende. Gewoon positief nieuws. Dat is heel belangrijk in deze tijd.